Welkom bij weer een nieuwe review video op Scootergids. Vandaag hebben wij een driewiel scootmobiel van 4Motion. Dit is de Trion. De Trion is echter een vreemde eend in de bijt, want dit model is een krachtpatser, een heel stuk breder dan een normale scootmobiel is. En hij heeft echt een ongelofelijke wegligging. Dan heeft hij 12 inch sportvelgen. Is hij afgewerkt met een carbon spatborden, dubbele achterschokbrekers, ledsverlichting, enkel zadeltje erop, maar je kunt aan de achterkant kun je ook nog een duo seat krijgen. Die duo seat die kun je rechtop doen dat je een rugsteuntje hebt, maar dit is natuurlijk ook geschikt voor een topkoffer, want het is super robuust. Er zit een en al ijzer onder, waardoor je echt behoorlijk dit voertuig kan beladen. Ja, de Trion is echt een super robuust voertuig. En dat zie je even terug hier aan die achterbrug. Hoe zwaar dit uitgevoerd is. Ongelooflijk. Dat goudkleurige, wat je eigenlijk amper kan zien door die afgewerkte kap, dat is een motor. 1800 watt. Met cardan en differentieel. Nou, dit is echt ongelooflijk hoeveel kracht hij kan leveren. Hij heeft een behoorlijk sportieve voorkant, LED dagrijverlichting, LED koplamp. Ja, is echt helemaal van deze tijd. Richtingaanwijzers zijn ook uiteraard LED. Zelfs een parkeerrem is aanwezig. In de bodem zit standaard een 34 ampère accu van 72 volt. En daar kun je afhankelijk van je rijgedrag zo'n 60 km mee halen. Wanneer we de sleutel naar links draaien, dan kunnen we het zadel openen. En dan krijgen we toegang tot de enorme bergruimte. Ik kan hier mijn hand insteken tot aan mijn elleboog. Dus dit is echt een gigantische ruimte. We zien hier ook een oplaadaansluiting en een kabel. Die kabel kunnen we aan een tweede accu koppelen. Je kunt voor een tweede accu kiezen uit een 27 ampère en een 73 ampère. Zou je voor de 27 ampère kiezen, dan kun je rijbereik ongeveer naar een 100 km upgraden. Kies je voor een 73 ampère accu, kan je zelfs 180 km halen. Nou, vanwege zijn grote wielbasis heeft hij een enorm goede wegligging en ook een heleboel grip. Grip is mede te danken aan de 12 inch sportvelgen. Met extra brede banden erop. Qua breedte is hij 85 centimeter breed en in totaal is hij 1,96 meter lang. Nou, dan gaan we even een rijtest doen. De sturing is voor de rest heel eenvoudig. Je hebt een linkerrem voor de achterwielen. Je hebt een rechterrem voor het voorwiel. Je hebt een achteruitrijknop, startknop, een snelheidsbegrenzer, 1, 2, 3. Een gashendel waar we aan kunnen draaien, richtingaanwijzers, grootlicht, dimlicht en passing light, dat is even seinen, en een zeer luide klaxon. Daaronder een bekerhouder, een handschoenenvakje, USB-aansluiting en natuurlijk het contactslot. Het rijden is simpel, het is een kwestie van gas geven en meer niet. Aangezien het een scootmobiel is, mag je gewoon op de stoep rijden. De snelheid is maximaal 6 km per uur op de stoep. Maar jij mag dan ook mee op de rijbaan en het fietspad. En vanwege zijn pittige motor kun je ook probleemloos met het verkeer mee.
En vanwege zijn krachtige remschijven kun je ook moeiteloos met weinig krachtinspanning super snel tot stilstand komen. Ik ga het je laten zien. En daarvoor ga ik twee wijsvingers op de remgreep zo meteen houden. En dan ga ik ongeveer 25 km per uur rijden. Dus met één hand aan het stuur. 25, daar komt hij. Huppakee. En dat was met één rem. Alleen het voorwiel. En dan heb je ook nog twee extra brede banden waarmee je kunt remmen. Dus de remperformance is echt ongelooflijk. Even samengevat is deze 4Motion Trion Scootmobiel een geweldig apparaat om op te rijden. Enorm goede wegligging, enorm veel power en ja, fantastisch leuk om op te rijden. De 4Motion Trion is te koop als 25 en 45 km per uur model. Dit is de 45 die ik net even heb laten zien in de rijtest. Mocht je de video hebben leuk gevonden, geef dan even een like. Wil je nog meer van deze video's zien, geef dan even een subscribe op ons kanaal en dan zien we je snel weer terug. Dankjewel voor het kijken.